Ik ben Benedette. Ik werk hier samen met Nathalie, collega oncologie-fysiotherapeuten. En we zijn gespecialiseerd en in oedeem en oncologie. En daarnaast ben ik ook craniosacraaltherapeuten. Daar wil ik straks iets korts over zeggen, omdat het ook heel erg op het zenuwstelsel werkt. Neuropathie is een hele grote verzamelnaam. We hebben heel veel vormen van neuropathie, maar we gaan het vandaag echt hebben over de neuropathie bij kanker. Ik heb even een plaatje erin gedaan, dat jullie een beetje een idee hebben hoe het zenuwstelsel eruit ziet in het menselijk lichaam. Het is een hele dun systeem en heel gevarieerd. En het werkt echt met prikkeloverdrachten. Dus het is een heel complex systeem hoe ons zenuwstelsel werkt. Daar wil ik niet te diep op ingaan. Het zenuwstelsel is beschermd. Niet al het zenuwstelsel, maar zeker de fijne zenuwstelsels, zenuwen. Daar zitten myelineschenen overheen. Een soort gellaag om het zenuwstelsel te beschermen. Het is soms maar 1-2 mm dun. Dus zo kwetsbaar is het zenuwstelsel. En die myelineschade, die wordt vaak veroorzaakt door chemo. Die wordt vaak aangetast. Dit is even een plaatje hoe ons zenuwstelsel werkt. We hebben de hersenen. De hersenen geven signalen naar het ruggenmerg in onze wervelkolom. Vanuit de wervelkolom gaat het zenuwstelsel weer naar spieren, naar de huid, naar organen. En daar komt dan een verstoring in. Dit is een plaatje van het somatosensorisch zenuwstelsel. Dat wil zeggen de prikkeloverdracht naar de huid, naar de gevoelszenuwen. Je hebt ook een zenuwstelsel die gaat naar de spieren. Nou, de boosdoeners, als je kanker hebt gehad, de diagnose kanker. Neuropathie kan ontstaan door de chemo. Maar neuropathie kan ook ontstaan door radiotherapie. Kan ook ontstaan door een operatie. Als er een zenuw beschadigd wordt of geraakt wordt, dan kan er ook neuropathie ontstaan. Ze zijn er nu ook achter gekomen dat soms is een zenuw niet eens geraakt, maar is hij in contact gekomen met zuurstof. En dat kan ook al een verstoring geven. En dat is voor de mensen die neuropathie hebben soms heel lastig, want dan kom je in het ziekenhuis en dan zegt de chirurg of de neuroloog, die zegt, alles is goed, alles is intact. Dan hoe kan het dan dat je dan toch neuropathie hebt ontwikkeld? Dat kan komen omdat het bloot heeft gelegen. Zo kwetsbaar is het zenuwstelsel. Het kan wezen dat de tumor op het zenuwstelsel heeft gedrukt. Dus dan is het zenuwstelsel ook niet beschadigd, maar het is wel dat daar druk op heeft gestaan. Dus dan heeft dat zenuwstelsel tijd nodig om weer te herstellen. En dat kan echt maanden duren. Het zenuwstelsel is echt het meest trage systeem in ons lichaam om te herstellen. Dus we moeten echt gaan denken in weken, maanden en soms jaren. Hormoontherapie ook, heeft ook invloed op ons zenuwstelsel. Dus er zijn nogal heel veel factoren die invloed hebben op het zenuwstelsel. Soms is het heel duidelijk, het komt daardoor. Soms is het een combinatie van verschillende factoren. Even een tekst ertussendoor dat een teveel aan chemo kuur kan een perifere neuropathie veroorzaken. En soms dan ben je aan zo'n chemokuur en dan denk je, yes, ik heb geen neuropathie ontwikkeld. Het kan 6 maanden later nog ontstaan. Dus het zenuwstelsel is ook traag in de verwerking van. En mijn ervaring is dat je als lichaam heel veel kan opvangen. Zowel, ik denk dat jullie dat allemaal wel kennen, dat als er nood aan de man is, dan kunnen we heel veel. En dan zijn stressfactoren voorbij, komen we tot rust en dan komen pas de reactie. En zo werkt het ook in het zenuwstelsel. Zo werkt het ook in ons mentale brein. Zo werkt het ook in ons energetisch systeem. Het lichaam werkt echt zowel het zenuwstelsel, dus fysiek, maar ook mentaal, emotioneel. En ook hebben we een bepaalde hoeveelheid energie nodig om het vol te kunnen houden. Ik heb deze er ook even tussen gezet, omdat
Ik hoor ook heel vaak in de praktijk dat de chemokuren soms ook iets met je schildklier doen. En de schildklier, het schildklierhormoon kan dan ook weer invloed hebben op de neuropathie. Of gewoon vitamine B tekort. Nou, bij neuropathie, ik zei het net al een beetje, de balans is verstoord. In de overdracht, soms heb je een overprikkeling en soms heb je een onderprikkeling. Gevoelstoornissen, dus dan is echt die gevoelszenuwen verstoord, pijn, tintelingen, doofgevoel. Daar kunnen we als fysiotherapeut niet zoveel aan doen. Dan kom je echt meer in de acupunctuur, op energieniveau. Je hebt supplementen die daarop inwerken. Je hebt het perifere centrale zenuwstelsel en je hebt het centrale zenuwstelsel. Dus neuropathie werkt als het op de perifere zenuwstelsels gaat en het gaat over de spieren. Daar kunnen wij als fysiotherapeut wel wat aan doen. Balansstoornissen, dus evenwichtstoornissen, daar kunnen we ook oefeningen voor doen. En je wordt er heel erg onzeker van. Met name als je je voeten niet meer goed kan voelen of je hebt heel veel pijn, bang om te vallen. Dus daar kunnen we ook op inspelen. Van hoe raak ik weer wat vertrouwder met mijn fysieke lichaam. Dus de fysiotherapie die kan dus trainen om spierkracht, uithoudingsvermogen. Blijven bewegen is altijd heel erg belangrijk. Trainen op de balans, spierversterkende oefeningen. Trainen van de houding. Want als je onzeker wordt of als er veel stress in het systeem is, dan hebben we toch een beetje onze reflex om onszelf te beschermen. Dus we gaan dan gauw zo lopen, want we voelen ons kwetsbaar, we worden onzeker. Fietsen, wandelen, zwemmen, dat zijn echt goede basissporten. Dus je hoeft niet altijd naar de fysiotherapeut. Je kan ook zeggen, ik ga gewoon zwemmen. Probeer die dingen te doen die je leuk vindt. Want dat hou je vol. Als je moet naar de sportschool en je vindt het niet leuk, dan haken mensen na 6-7 weken af. Want dan is het een moeten. En je moet al zoveel als je ziek bent. Je moet dit, je moet dat, je moet weer naar het ziekenhuis, je moet weer voor controle. Dus zoek iets waar je heel blij van wordt. Dat je denkt, doet me goed. Het wil niet zeggen dat je zin hebt om er naartoe te gaan. Maar wel dat als je er geweest bent, dat het je een goed gevoel geeft. Oké, dit is even neuropathie, pijn aan je voeten. Dat kan lastig zijn. Blijf bewegen, wat ik zei. En een podotherapeut kan dan soms ook helpen. Zooltjes. Wees altijd wel kritisch met zooltjes in je voeten. Het kan heel erg helpen. Maar soms is het nadeel van zooltjes is dat je je voetspieren weer niet traint. Want je voeten staan altijd in dezelfde stand. Dus als je last van hebt en podotherapie helpt, ga wel spieroefeningen doen voor die voeten. Want je maakt ze soms ook een beetje lui. Mijn moeder liep nog in zo'n korset. En op een gegeven moment kwam het in de mode dat je uit het korset kon, dat dat beter was, maar dat moest ze echt afbouwen om die rugspieren weer sterk te krijgen. Controleer je handen en je voeten goed op blaren, op zweertjes. Werk met handschoenen aan, want je voelt niet meer of je huid verbrandt. Dat kan dan te laat zijn. Druk op je voeten. Met je handen heb je niet zo gauw de druk, maar wel met je schoenen. Zorg dat je schoenen goed zitten, want je knelt gauw wat af en dan heb je weer een probleem. Als het zenuwstelsel beschadigd is, het geneest allemaal langzamer en slechter. Het is echt de prikkeling van genezing, het zenuwstelsel. Leg je voeten af en toe omhoog. Dat is het voordeel van handen. Ik zie het bij oedeem ook. We hebben onze handen makkelijker wat omhoog. We pakken wat uit het kastje. Maar je benen zijn altijd naar beneden. Dus ga af en toe met je benen omhoog. Sokken, ook heel erg belangrijk. Probeer katoenen sokken te nemen of bamboe sokken, zo natuurlijk mogelijk. Niet is je zweetproductie is verstoord. Heel vaak is je zweet
Je voelt niet meer of het warm of koud wordt. Kijk, als ik synthetische sokken aandoe en ik krijg het benauwd, dan doe ik ze uit. Maar je voelt dat niet meer. Nee. Voor de doorbloeding, want er is vaak ook een doorbloedingsstoornis, hè? Warme voeten baden. Masseer je voeten regelmatig en je handen. Of laat je voeten masseren als je iemand in de buurt hebt die dat voor je kan doen. En magnesiumvlokken in warm water. Magnesium voedt het zenuwstelsel. We leven sowieso in een stressvolle maatschappij. En stress vreet magnesium in ons lichaam. Dus laat staan als je ziek bent, wat heel veel stress in het systeem geeft. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal, ook emotioneel. Dus je magnesiumbalans gaat heel snel naar beneden. Dus mag niet elke dag, om de dag. En liefst met voeten baden, omdat het dan goed opgenomen wordt in je bloedsomloop. We weten niet wat, als je het gaat slikken, wat het lichaam opneemt. Zeker niet bij chemo, omdat het de slijmvliezen aantast. En tast ook de slijmvliezen van je maag en je darmen aan. Dus je weet je zeker in een warm badje dat je het opneemt. Nee, het is schaam om te doen. Maar dat mag. Ja. En dat mag dus ook tijdens de chemo. Ja, ja. Ja, we hebben magnesium nodig. En we hebben eerder tekort aan magnesium dan een teveel aan magnesium. En het is niet wetenschappelijk bewezen. Dat is, maar mensen vinden het echt heerlijk. En als je dan ook nog slecht gaat slapen, doe het dan s'avonds voor het slapen gaan. Dan slaap je ook nog beter. Wat kunnen we er allemaal aan doen? Aan neuropathie. Er is eigenlijk heel veel wat we eraan kunnen doen. We kunnen medicijnen slikken. Lichte antidepressiva om dat zenuwstelsel tot rust te brengen. We kunnen, de pijnpolie werkt momenteel heel veel momenteel met die capsaïne pleisters, hittepleisters. Wij werken binnen de fysiotherapie veel met een tensapparaat. En een tensapparaat wordt heel veel bij de pijnpolie ingezet. Jammer genoeg was dat vroeger heel veel, nu hoor ik het niet zoveel meer. Vandaar dat wij het in de praktijk hebben, uitleden. Waardoor mensen het 2-3 weken kunnen proberen en slaat het aan. Dan vragen we het aan bij de zorgverzekeraar en dan krijg je hem thuis. Wordt vergoed door de zorgverzekeraars. Je plaatst elektrodes op het zenuwstelsel. Er komt een prikkeloverdracht. Dus het zenuwstelsel wordt gestimuleerd om gewoon weer in zijn eigen prikkeloverdracht te komen. Als het een autonoom zenuwstelsel is, dus op een diepe niveau in de hersenen of in het ruggenmerg, dan werkt neuropathie niet, maar wel weer bij de perifere neuropathie. En je weet binnen 2-3 weken of het aanslaat, ja of nee. Eigenlijk is het niet zo dat het geneest, maar je haalt wel de heftigheid ervan af. Dus de pijn is draaglijker. Fysiotherapie, wat ik net heb gezegd, kunnen we doen om goed in balans te blijven, om de spierkracht te stimuleren. Soms schakelen we de ergotherapeut in. Dus neuropathie kan echt invaliderend worden, dat mensen in een rolstoel terechtkomen. Dus dan komen er aanpassingen in huis. Daar zijn de ergotherapeuten weer heel erg in gespecialiseerd. Acupunctuur. Sanja heeft er hele goede resultaten mee. Daar ga ik straks iets uitgebreider over vertellen. Cognitieve therapie. Hoe ga je om met pijn? Hoe ga je om met je veranderde lichaam? Pijn is echt een ingewikkeld systeem. Ook in je hersenen. We hebben allemaal... Je kan eigenlijk heel simplistisch zeggen... We hebben het reptiele brein in onze hersenen. Dat is het oudste systeem wat we hebben... En we hebben het nieuwe brein, zeg maar, wat we steeds meer aan het ontwikkelen zijn. Maar is er stress, dan vallen we terug in ons reptiele brein. En het reptiele brein heeft heel erg leven en overleven. Dus als er gevaar is, dan moeten we weg kunnen rennen. Als er gevaar is, moeten we kunnen vechten. En kunnen we dat niet, dan gaan we bevriezen. Dus dan komen er allemaal rode lampjes in onze hersenen van pas op, pas op, pas op. Dus dan staat ons zenuwstelsel ook strak. Dat moet alert zijn.
En dan is cognitieve therapie, ontspanningstherapie, massage, lymfdrainage, craniosacraaltherapie, zijn methodes om dat zenuwstelsel weer tot rust te brengen. Contact maken met je fysieke lichaam. Ja, voor mij is je lijf toch echt het middel dat jou in het hier en nu brengt. Ons hoofd gaat heel snel als dat. Maar dan ben je alweer in de toekomst of in het verleden. Als je heftige pijn hebt meegemaakt, dan wil je dat niet meer voelen. Dus daar wil je bij wegblijven. Dus door de zachte ontspanningsmassage of lymfdrainage of craniosacraaltherapie, dat is ook een hele zachte manier van aanraken, waarbij we het zenuwstelsel ontladen, zodat hij weer in het hier en nu komt. En dan ook weer leren voelen van, hé, wacht even, nu ga ik vechten of nu ga ik het opvangen. Dat is wat veel mensen ook doen, we vangen het op. In plaats van, oh, wacht even, ik mag ontspannen. Ik mag weer leren vertrouwen in het hier en nu, dat het vandaag goed is. Is dat helder voor iedereen? En je vraagt je, alles wat je benoemt, hè? Ja. Het is als er al sprake is van neuropathie. Ja. Maar zitten daar ook vormen tussen preventief? Ja, acupunctuur kan je preventief doen. Ja. Ja. Ik durf van craniosacraaltherapie dat niet te zeggen, want daar heb ik geen ervaring mee. Maar bijvoorbeeld de magnesiumvlok of iets, dat is allemaal op het moment. Ik neem zelf regelmatig magnesiumvlokken. Dat is gewoon heerlijk. En ik heb een stressvolle baan bij tijd en wijle, dus dan voel ik alweer van, oh wacht even, ik ga slechter slapen. Er staat ook zo'n bus thuis, maar niet gebruikt. Ja. Ja. Dan vraag ik, heeft dat preventief, ja. Maar gewoon... Ja, nou weet gewoon, we leven zeker nu, hè, met die oorlog en al die beelden die we krijgen en al die berichten die we krijgen. Het kruipt onder je huid, dus je zenuwstelsel raakt alerter. Ja. Ik kon zo voelen in mijn lijf, toen die bom niet uit Rusland kwam, dat ik dacht... Gelukkig. En ja, als je dat dan... Ja. Er is gewoon heel veel stress. Dus we hebben eigenlijk allemaal magnesiumtekort. Dus je mag dat best gerust preventief doen. Ik heb een dia van dit boek. Mijn beschermende brein. En die legt heel erg goed uit hoe dat werkt in de alarmfase. Dat als we heel veel dingen meemaken... Het lichaam, als je iets heftigs meemaakt, dan spant het aan en dan ontspant het weer. Eigenlijk als een babytje geboren wordt, dan doen ze ook die test, hè? Heeft het een schrikreactie. Als je heel veel meemaakt, dat vind ik heel wel altijd in het behandeltraject van kanker en ook bij andere chronische ziektes. Je staat constant aan. Je moet weer naar het ziekenhuis en weer een diagnose en weer... Gaat het goed en slaat die chemo aan? En is het dan klaar? Of mag ik dan... Het zenuwstelsel spant aan en ontspant. Spant aan en ontspant. Maar maak je klap na klap na klap mee, dan kan het niet meer ontspannen. En dan heb je hulpmiddelen nodig om dat weer te gaan ontspannen. En dit boek legt dat heel erg uit, van hoe dat in je hersenen werkt. Van, oh jee, als, oh jee. En dan hoe dat in het zenuwstelsel werkt. Nou, dit zijn drie sites waarin je, als je zegt, ik wil er meer van weten. www.stichtingpijnbijkanker, www.pijnbijkanker en www.neuropathie.nu. Daar staat heel veel informatie op. Het boek van, ik zag dat van die het verder was. Hebben we het boek hier in huis? Volgens mij nog niet. Ik weet niet, maar ik ga kijken, ik heb het opgeschreven, ik ga kijken of dat waardevol is voor ons. Oké. Ja. Het wordt simpel uitgelegd hoe dat werkt met vechten, vluchten, bevriezen. En ik heb de muziek eronder gedaan, omdat je lichaam als een orkest werkt. Alles moet samenwerken. In je zenuwstelsel moet samenwerken. Met de spieren, met de organen. En als daar ergens een verstoring zit, op een of ander niveau, of dat door de tumor komt, of door de operatie, door de chemo, of door de radiotherapie, dan klinkt het orkest niet meer mooi. Dan voelt je lijf niet meer goed. Dank jullie wel. Zijn er vragen?
ik vond dat je het heel mooi vertelde. Heel mooi. Met aandacht voor je hele lichaam. Ja. Ja. Dat is heel erg belangrijk. Ja. Dat is wat we als aanvulling in de craniosacraaltherapie maken wij mensen vaak bewust van waar in je lichaam voelt het nog goed. Als je in de acupunctuur wordt heel vaak over yin en yang gepraat. Het lichaam heeft een voorkant en een achterkant. Het lichaam heeft een linkerkant en een rechterkant. We leven in een dualistische wereld. Als pijn is in het lichaam, is er ergens anders ook een gebied waar het nog goed is. Dus soms helpt het ook om daar naartoe te gaan, naar het gebied in je lijf waar het nog goed is, waar het nog goed voelt. Om daarop te concentreren. Dus je kan in een orkest luisteren naar de drumstijl waarvan je denkt, vind ik eigenlijk niet zo goed. Maar je kan ook luisteren naar de trompet die fantastisch speelt. Ik ga even de dia-serie van Sanja zoeken. Het is trouwens wel jammer, Bernadette, dat er vanuit het ziekenhuis echt helemaal niets verteld wordt over alle mogelijkheden ja. Om die neuropathie te voorkomen. Of als je er last van krijgt. Nou, kijk, je kan dingen niet altijd voorkomen. Nee, maar ze kunnen je wel informeren. Het is heel jammer dat ik heb het letterlijk van mijn oncologische gevraagd. Ja. Kan ik niet steeds doen? Nee, want dat is helemaal niet. Ik kan het wel al niet in handen hebben. Nee, klopt. Ja. Ja, en het lastige is dat je in eigenlijk twee verschillende werelden leeft. Want het ziekenhuis, het is allemaal niet wetenschappelijk bewezen. Nee, en daar is het in. En daar gaat communicatie mis. Daar gaat echt de communicatie mis. Ja, pas als je zelf inderdaad het opgegeven hebt gevraagd. Ik heb gehoord over actie. Ja, inderdaad, daar horen we goede dingen van. Ja. 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 Ik denk dat in de ziekenhuizen, als ik mag aanvullen, want in de ziekenhuizen waar heerst is dat we... Dat ze van dingen gaan adviseren als ik in dat wetenschappelijk weet. Ja, maar dit is natuurlijk een hele lijst aan verschillende dingen. En voor de ene persoon wat het ene, voor ja. De andere persoon ja, het is zoeken. Het andere. En daarom is het voor zorgverleners denk ik ook zo moeilijk ja. Om daarin te helpen. Maar zeggen er is niks, dat is natuurlijk ook niet het goede. Nee, nee. Dus, nou ja, dat is wat ik tegen precies. Mij gezegd. En pas als ik hier kwam, dat ik zeg, al een ding in mijn chemo zat en al een neurotype begon te ontwikkelen, kwam ik achter inderdaad. Dat je dus terwijl wel had. Dingen zijn die je ja. 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 Ja, het zou fijn zijn als ze een soort alternatief goed, lijstje ja, hebben. Ja, zo van, wij mogen dit niet adviseren, maar dit kan allemaal. Ja. Dat dus. Maar ik had bijvoorbeeld heel erg dat ze zei, van, als je het ontwikkelt, dan kunnen we je ook minder chemo geven. Maar dat wilde ik dus niet, want ik dacht, ja, ik heb kanker. Dus ik wil alleen maar volle bak. Ja, omdat ik bang was dat ik dood zou gaan. Dus, ja. Dus dan neem ik voor lief dat ik ja. Neuropathie heb. Ja, als ze daar meer informatie hadden over gegeven, want ik heb nu, na mijn hele behandelingen, krijg ik heel erg veel last van. Nee. Maar hebben ze jou dan niet verteld dat je ook gewoon met een lagere dosering nog steeds een effectieve chemo maar krijgt? Mijn tumor werd niet kleiner. Dus bij mij was het gewoon een duiveltje en een engeltje. Dus bij mij was het gewoon, net zoals wat jij zei, je gaat in een soort van overlevingsmodus. En ik wilde dus eigenlijk alleen maar het doel bereiken dat hij kleiner werd. Als ik dus weer de chemo krijg, wordt hij niet kleiner. Ja, dat slaat nergens. Wat ik wel merk is dat de neuropathie, dat zeg maar, dat is met mensen die kanker hebben, dat je het echt ervaart. Maar zoals hulpverleners of zorgverleners, die zien dat helemaal niet als ja, die zeggen ja, dan moet je mee leven, dan kunnen we niks tegen doen. Het is heel erg jammer voor je. Het is ook heel erg ziekenhuis afhankelijk. Ja, nou ja, voor mij heb ik dat ervaren. Vorige maand waren wij van dit AVL bij verpleegkundigen, die noemden letterlijk bij naam Sanja. En die noemden het fenomeen acupunctuur. Ja. En die noemden ook een middel van vogel om je voeten mee te leren. Ja. Ja. Wel met de mededeling, wat Bernadette zegt, niet medisch onderbouwd. Ja. Maar het werd wel benoemd. Ja. Hier in Duitsland werd gezegd, hou je voeten maar vet. Ja, ja. Ja. Ja, door een oncoloog. Ja, daar zijn mensen tegen mij van, nee, ja, beter, die zegt helemaal niks goed. Nee. Nou ja, en het is soms ook, het is soms ook maar afhankelijk van wat hun eigen ervaring is, hè? Of intussen. Ook, ja. 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 Ja, maar het blijft een lastig onderwerp. Ja, goed. Het blijft een lastig onderwerp. En ik denk dat het ook, dat ik nog zei, tijdens je behandeling, je kunt je ook niet voorstellen wat dit gaat betekenen, nee. Toch?
Want het is, nou ja, kind weer doof, ja, oké. Ja, ik was niet van, neem het dan maar voor die. Ja, precies. Als ik dan maar beter word. En nu zie je waarschijnlijk pas wat. En nu kap ik ermee. Ja. En, ja. Ik denk dat die keuze heel logisch is. Ja. Die het zo hebt. Nou, maar ook zeg maar, want ik ben ook bij het AMC geweest voor een studie. En over meer dat ze meer advies willen geven voor kankerpatiënten. Ik zei, als ik dit allemaal had geweten vooraf, dan had ik hele andere beslissingen gemaakt. Mijn leven staat zo op zijn kop, dat je maar één doel hebt en dat is beter worden. En dan gaat al die andere dingen gaan langs je heen. Maar dit is net zo belemmerd mij, hè, in het leven. Ja. Veel meer dan dat ik misschien wel had gewild. Dus dat merk ik heel erg. Dus eigenlijk zeg je, je hebt geen keuze gehad. Nee. Ja. Nou, en wat ook heel erg belangrijk is, ik weet niet hoe dat voor jullie werkt, maar als er gezegd wordt, er is niks aan te doen, dan leg je je erbij neer. Ja. Mijn eigen man heeft een goedaardige tumor gehad, dat drukte op zijn ruggenmerg. En dan zeiden ze in het ziekenhuis, dat duurt een jaar en dat is wat je kan doen. En dan is dat de diagnose en daar moet je de rest van je leven mee blijven leven. We zijn nu 3 jaar verder en er zit nog steeds ontwikkeling in. Omdat we het gewoon, we weten, je kan het zenuwstelsel blijven prikkelen. Het is niet zo dat de diagnose na een jaar, het zenuwstelsel heeft misschien het eerste jaar de meeste herkansingen. Als je kijkt naar de ontwikkeling van een kind, wat er gebeurt tussen 0 en 1 jaar, dat is gigantisch. Maar dat wil niet zeggen dat het daarna ophoudt. Het vertraagt wel. Maar je kan blijven ontwikkelen. Onze hersenen zijn echt heel soepel. Dus op het moment dat je blijft, dat je denkt van, oh wacht even. En dat is een nadeel van pijn. Het vraagt nogal wat van een mens als je pijn aan je voeten hebt. En ik ga zeggen, blijf wandelen. Ja. Ja. Dat is echt heel, dat is naar. En toch moet je het doen. Ik heb daar niet aan gedacht toen ik de dia-serie maakte. Maar ik heb thuis heb ik een matje. En dat zijn dan met plastic dopjes, een soort spijkermatje. En daar elke dag op te gaan staan, dat doet wel zeer. Maar je prikkelt wel het zenuwstelsel. Ja, letterlijk en figuurlijk stimuleer je de prikkeloverdracht. Ja. Ook, alles. Nee, alles. En je oranje balletje. En ik heb dat oranje balletje. Ja. Dat heb ik ook ondervonden. Ja, dat is zo'n egelballetje waar je je voeten mee kan masseren aan de onderkant van je voeten. Die doorbloeding is gewoon heel erg belangrijk. En het blijven aanraken is ook ontzettend belangrijk. Alleen we willen de beweging. Wat heel begrijpelijk is. Want is er ook, want ik voel dat heel koude voeten, is dat ook doorbloeding? Doorbloeding, ja. Ja. En, maar dat zal ik bij de acupunctuur een beetje vertellen. Mijn ervaring is, als je ziek bent of je hebt heel veel aan je hoofd, dat kost energie. En als je wat het lichaam van nature doet, als je weinig energie hebt, jouw lijf, onbewust, wil dit stuk beschermen. Want daar zitten jouw belangrijkste organen. Dus het energiesysteem trekt zich terug uit je handen en je voeten. Want je organen zijn veel belangrijker. Je kan wel, even heel gemeen, je kan zonder een hand, maar je kan niet zonder een leven. Dus dat is automatisch in ons breinsysteem ingeschakeld. Dus vandaar dat het ook heel erg belangrijk is dat je zorgt dat je niet te moe wordt. En daarom is het ook zo belangrijk, in mijn ogen, dat je inzicht krijgt. Ben ik nu aan het vechten? Ga ik door omdat ik moet? Hè? Dit is een soort overlevingssysteem. Of mag ik ook even uitrusten? Mag ik pauzes houden? Zodat mijn systeem ook weer tot rust kan komen. Maar ja, dat is dus ook. Ik heb extreme vermoeidheid door de chemotherapie. Dus ik ben het ene gat met het andere gat aan het vullen. Ja, en dan hou een dagboek bij van wat geeft mij energie? Ja. Waar word ik blij van? Ja, en je moet ook meedoen in de maatschappij. Dus dat is ook lastig. Ja,
nou ja, blijf jezelf vragen van hoe wil ik dan zelf meedraaien aan die maatschappij? Ja. Wat is voor mij belangrijk? Dus probeer wel, ik leg dat ook wel eens uit aan patiënten. Eigenlijk, zeker met alle diagnostiek die nu gedaan wordt, dat gaat niet voor iedereen op, dat realiseer ik me heel goed. Maar eigenlijk heel zwart-wit gezegd, je bent gezond, je stapt het ziekenhuis in en dan wordt een diagnose baf, dus je hele systeem gaat baf achteruit. Dan zit er ook nog eens een keer een arts die zegt, we moeten nu handelen, dus nemen het van je over. Zij gaan alles bepalen, dus jij wordt een beetje lam gelegd. Nou, dan is er is heel veel zorg. En dan is die behandeling over. Nou, dan lig je een beetje plat op je rug. Zo van, oh, wat is me allemaal overkomen? Je komt in een bekende zwarte gat. Van, en nu? Oh. En dan wordt bijna de vraag gesteld, van, kan ik weer het stuur in eigen handen nemen? Wat wil ik nu? Wat is nu voor mij belangrijk? Is zo belangrijk. Ze hebben dat niet bij kankerpatiënten gedaan. Ze hebben een onderzoek gedaan bij hartpatiënten. En ze hebben met 150 hartpatiënten zijn ze samen de diagnose en behandeltraject gaan starten. Doordat de patiënt zelf mee mocht bepalen, we gaan dit doen, we gaan dat doen, 30% meer genezen. Dus moet je eens nagaan als je kanker krijgt. Er wordt bijna niet meer verteld van dit zijn je keuzes. We gaan dit doen en dit doen en dit doen en snel graag. Even gechargeerd, hè? Er zijn uitzonderingen. En dan, hoe krijg ik mijn eigen energie weer in beweging? Maar daarna. Ik heb het idee dat ze daar in de ziekenhuizen ook eigenlijk nu pas een beetje op gang komt dat ook de gevolgen van de behandeling bekeken worden. Of dat daar over nagedacht. Ik heb het gevoel dat je zo'n ernstige ziekte, we gooien er alles op wat we kunnen. Ja. En dan ben je klaar met de behandeling. En dan voor al die andere dingen die je dan daar overhoudt. Ja, zullen dus in ziekenhuis meestal ook van, ja, maar dat is niet zo erg als kanker. Dus, nee, dat klopt. Ja, nee, maar dat klopt. Dus dat klopt. Moet je dan zelf krijgen. Ja. Dus dat alles is natuurlijk minder erg dan kanker. Ja. Maar ik denk dat sowieso, dat is helemaal klopt, want je zei toen dat eerst aan de focus alleen maar lag op genezen. Ja. Ja. En dat nu de focus gaat liggen op genezen met een goede kwaliteit van leven. Ja, dat is iets, wordt nu iets maar meer. Maar het is niet altijd bezig, bijvoorbeeld. Dus, nee. Ja. Dus het klopt dat ik heel erg gezegd. Ik zit natuurlijk juist aan die zorgverlenerkant, dus ik vind het heel interessant om jullie kant te horen bij. En ik denk dat dit wel heel erg is wat de nieuwe modus is. Want, omdat er wel meer mensen met kanker overleven. Precies, ja, precies. Die dus met dat kunnen we ook niet meer zitten. Nee, dat is niet goed. Dat willen we ook niet. Klopt. Nee, absoluut. Ja.